Goedenavond, Fedra. Stel uzelf eens voor. Ja, ik ben Fedra Boele. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Diepenbeek. Momenteel studeer ik mijn eerste jaar verpleegkunde. Hoe ben je erbij gekomen om verpleegkundige te gaan studeren? Wat heeft jou daartoe aangezet? Ik heb altijd verzorging gedaan op school en ik ben heel graag bezig met mensen te verzorgen. Dat is mijn passie gewoon. Liever kleinere kinderen of liever oudere mensen? Oh, ik wil eigenlijk liever voor kinderen gaan. Is daar een specifieke reden voor? Nee, niet echt. Ik ben gewoon meer naar kinderen toegegroeid. Buiten het zorgende dan, heb je nog andere hobby's die je momenteel je tijd in beslag neemt? Ja, carnaval en af en toe fotoshoots. Een carnavaltype, ja? Ja. Zelf op de kar of enkel dansen? Nee, echt in een groep, op de wagen, langs de wagen, alles wat je kunt inbeelden. Nu, je doet mee aan Miss Glamour. Dus niet Missis, maar in de jongste categorie. Hoe zie je jouw campagne verder? Oh, ik wil alleen maar een leuke ervaring opdoen, zodat ik toch daarna kan terugkijken van ah ja, dan, daar heb ik bijgeleerd. Als je nu wint of niet, het is een leuke ervaring geweest dan. Welke puntjes van jezelf vind je van daar kan ik nog veel in groeien? Oh, in groeien. Ja, mijn zelfvertrouwen, dat moet toch wel omhoog, vind ik. En gewoon meer geloven in mijn eigen. Want soms denk ik altijd van, oh nee, ik ben niet goed. Die doet het beter. Dus dat kan wel beter, vind ik. Het feit dat je bij een van de laatste finalisten bent, wil toch zeggen dat je toch al een beetje zelfverzekerd bent. Ik wens je alvast het allerbeste in jouw campagne en zeker tot in juni. Oké, dankjewel.